Goede Tijden, Slechte Tijden is een serie die talloze kijkers trekt en daardoor grote invloed heeft op het leven van mensen. Gedrag in films kan worden nagebootst. Er is veel te doen tegen pesten onder studenten, dat soms uit de hand loopt en ernstige gevolgen heeft. De scriptschrijvers van het personage Steve Verduin in GTST specifiek eerden een verhaallijn waarin hij zulke hitte ervaart. Is het buiten bereik? Steve, zoon van Julian en Saskia Verduin, gaat een opleiding tot advocaat volgen. Als het om het studentenleven gaat, zal hij de volle beleving beleven, want in de vorige aflevering zagen de kijkers hoe hij zich voorbereidde op de oprichting van de studentenvereniging. Ontspannen, er zijn wel heftige incidenten gemeld die uit de hand lopen, maar dat is slechts 2% van het totaal, moedigde oom Jonathan, zelf advocaat, hem aan. Donderdagavonden zie je Steve terugkomen van de hitte, waardoor Julian geschokt werd. De start van Steve, die vies naar huis ging, viel gelukkig mee. Hoewel, hij vat het samen als geweldig, maar spreekt over straffen en vernedering. We moesten afval opruimen en als we het verkeerd deden, moesten we rondjes in de modder zwemmen. Iedereen riep, knorretje, en we moesten Latijn leren. En als je het niet weet, word je opnieuw gestraft. Er zijn alle regels. Je moet je senioren gehoorzamen. Er zijn momenten waarop je naar de kroeg mag. Echt ongebruikelijk. GTST lijkt het opvliegende gedrag van Steve op te merken. Er wordt gehoopt dat dit personage zal ontsnappen aan de verschrikkingen die vandaag worden gerapporteerd. Dit soort onmenselijke pesterijen komt ook in Nederland voor. Hà Lan.